De Surinamese Students Abroad, SSA, heeft afgelopen donderdag samen met de Anton de Kom Universiteit van Suriname en het Jamoer Instituut een studentenevenement georganiseerd. Het doel van het evenement was het verschaffen van informatie over studeren in het buitenland. Er zijn ook interactieve sessies gehouden over hoe de student financieel zelfstandig kan zijn en hoe zij het beste een netwerk kunnen opbouwen om de doelen die ze voor zichzelf hebben gesteld ook echt te realiseren. De geïnteresseerde studenten kregen van SSA-bestuurslid Farhanas Margaret informatie over de kosten voor het studeren in Nederland. School Development Aid and Technical Cooperation, the UN, United Nations, ensures respect for human rights and outlined in the Sustainable Development Goal. And we are working especially to help the government, to give them technical support, financial support, and human resources support to help the government to reach the Sustainable Development Goal. And by creating what we are calling it the co-creating partnership. That means win-win partnership. We have some quick win, and we have something that we are giving to the government of Suriname and something that we are receiving from the government of Suriname. And this situation helps us to know how this technical support can help them to reach some sustainable development goal. And the UN in Suriname is coordination with the government, focus its work in several areas. Such I will list here, for example, we are working with them in poverty reduction. Ferayet Hock, voorzitter van de SSA, zegt dat de organisatie vaker vragen krijgt van studenten die willen weten waar zij een beurs kunnen krijgen om in het buitenland te studeren. U hoort ook Reza Lobato de Mesquita, motivational speaker van de avond, die de studenten meegaf een bedrijfsplan voor zichzelf te maken. Als je een studieworkshop om naar Nederland te gaan, dan zou ik zeggen, het is wel heel erg moeilijk om dat te vinden. Om een studieworkshop te vinden, alles voor je betaald. En dan kun je 3 jaar je bachelor en 2 jaar je master doen in Nederland. Er zijn gewoon niet zoveel organisaties die dat willen doen voor ons. Maar zijn we toevallig wel als SSA benaderd, niet zo lang geleden door een instituut voor housing and urban development van de Erasmus Universiteit. Daar hebben we dus wel volledige beurzen, maar in dit geval is het bijvoorbeeld voor personen die werken, die al werken, en die voor 6 maanden een training willen volgen in Nederland. Binnenkort krijgen we misschien wel volledige beurzen aangeboden, maar tezijde tijd zullen we dan de website bekend maken met privé. Maar dit zijn beurzen waar je naar kunt kijken. Hier Teaching in Engeland, Daad in Duitsland, het Enfat in Nieuw-Zeeland. Brazilië die heeft van allerlei government beurzen. In China allerlei beurzen. Japan, de Max beurzen. Als je een bedrijfsplan voor jezelf uitschrijft, wat komt erin? Wat voor werk je wil? Hoeveel je wilt gaan verdienen per maand? Wat voor type baan je wil? Of misschien wel je eigen bedrijf? Je netwerk? Ja, hier elk moment. Vrienden, wat voor vrienden wil je gewoon mee? Hoe vaak wil je gaan reizen? Ik denk dat de drempel voor vele van ons hier is, verdien ik het wel echt? Ik zei het allemaal studenten, maar ik denk dat iedereen het kan. Zo. Als je nu al begint met je plan, als je nu al begint met jouw bedrijfsplan voor jezelf, dan ben je zeker een paar stappen verder dan aan de andere mensen. Reza Lobato de Mesquita, motivational speaker, en daarvoor Ferayet Hock, voorzitter van de Surinamese Students Abroad, SSA. Ze spraken afgelopen donderdag tijdens een informatiebijeenkomst over studeren in het buitenland.